Buon appetito. La verità è perfetta. I love my job. Che alaka. Mamma mia. Pepe Giacomazza doet wat hij het beste kan. Lekker Italiaans koken. Dat is Italië. En dat vraagt om zongerijpte tomaten van topkwaliteit. Heerlijk. 100% Italiaans en dus ook 100% Pepe. Lieve vrienden, vandaag ben ik heel vroeg opgestaan. Ik heb voor jullie speciaal verse spaghetti klaargemaakt. Waar we zeer lekkere cabillaud gaan klaarmaken, olijfjes, kapperkes, de heerlijke passata van Elvia, burrata en gremolata. We gaan beginnen met onze cabillaud te pakken. Een klein beetje olijfolie. Ik heb gekozen voor de verse cabillaud. Hier je kan ook normaal een stukje stokvis ook gebruiken of de gedroogde bacalao, gelijk ze in veel winkels hebben, maar dat is meer de gezouten tint. Een teentje look, gewoon om de helft, dat die volledige smaak er zo komt. En onze cabillaud. Mooie verse stukje cabillaud. We gaan deze nog niet kruiden van zout. Straks wel van peper, omdat onze kappertjes en onze olijfjes naar de zoute kant zijn. We gaan het mooi niet in één keer plaatsen, stukjes langs elkaar. Kijk eens hier, een klein beetje mooi krokant. Dat tabakje, je weet, cabillaud heeft niet veel nodig. We gaan een eetlepel olijfjes nemen. En ook wat kappertjes. Mooi fijn hakken. Heerlijk die geur. En dat past heel goed. Gelijk baccala en olijven. Salsa pomodoro, een van de bekendste recepten in Italië. We gaan een klein beetje witte wijn blussen. Gewoon keukenwijn. Dat vind ik een geweldig gevoel. Dat is zo mijn grootmoeder die de flessen open doet. Die smaak van die tomaten, die heerlijke kappertjes en olijven met die cabillaud geeft de juiste zoutgehalte. Klein beetje peper. Kijk eens hier, heerlijk. Deze saus laten we verder pruttelen en we gaan onze pasta koken. Onze verse spaghetti, moet je ze thuis zeker klaarmaken, is er op de website van Yum de ideale recept van mij. Wat is belangrijk om pasta te koken? Kokend water waar we ongeveer ieder liter water 10 gram zout plaatsen. Kijk eens hier, onze pasta gaat ongeveer een 4-5 minuutjes nodig hebben. Heel belangrijk ook die pasta al dente te koken. Hier hebben we onze gedroogde peterselie. We gaan er eigenlijk een soort gremolata maken. Hier hebben we onze gedroogde peterselie, citroenzesten. Geeft die een mooie fraîcheur. Olijfolie. Heel gemakkelijk om thuis. Als je thuis verse peterselie hebt, is het ook heel goed. Degessier gremolata. Bekend ook voor bij de osso buco. Heerlijk, zo'n osso buco met risotto. Merg en dan de gremolata. Dan een klein beetje olie van die olijven. We gaan onze pasta afgieten. Kijk eens hier, onze pasta is nog al dente, een klein beetje rauw. Zo gaat die bloem mooi binden. Heeft ongeveer onze pasta tussen de 4 en 5 minuutjes gekookt. Zeker nog een beetje olie wat er in die olijven is. Een beetje peper en wachten dat die pasta goed in die saus is ingetrokken. Kijk eens hier, onze pasta is klaar. Die verse spaghetti. Heerlijk, zo'n bordje pasta. En die passata, heerlijk, heerlijk. Daar word je gelukkig van. Hè? Burrata. Je ziet ook, het is eigenlijk mozzarella met room verwerkt. Kijk eens hier. En dan die mooie gremolata.
Kijk eens hier. Zeer lekkere spaghetti, cabeljauw, heerlijke passata, kappertjes olijfjes, burrata en gremolata. Eerlijk. Ik wens jullie smakelijk eten. Buon appetito, amici. Ciao. Een goed frietje, dat gaat er altijd in bij de Messi-chef Jelle Beekman. Deel is leuk met je vrienden, maar ik zou toch alleen ook op eens. Met hippe en originele creaties lokt Jelle iedereen aan tafel om samen te genieten van zijn portie friet. Vandaag maak ik loaded fries met een Amerikaans toetsje. Chili cheese fries. Zeer lekker, frietjes, gehakt, kaas, lenteui en wat gepekelde uitjes erop. En dat allemaal op één groot bord voor iedereen. Dat is mega lekker. We beginnen met een uitje. Snijden we gewoon in fijne reepjes. Zo gaan we eigenlijk een hele snelle pekel maken. Zoetzuur. Hè. Gepekeld is zoetzuur. En dat geeft zo ja, dat frisse nog straks aan die lekkere loaded fries. Suiker. Witte suiker. Beetje azijn. Ik heb nu gewoon wat dragonazijn genomen. Dat mag ook natuurazijn zijn. Wat zout. Loer erbij. Klein beetje water. Zo, en dat zetten we even op het vuur totdat dat zo wat lauw is. Even dat de suiker opgelost is. Vanaf dat die pekel kleine belletjes vertoont, dan doen we dat gewoon bij die ajuintjes. Die gaan we even in de koelkast steken. Dan gaan we over naar het bakken van het gehakt. Dus ik heb hier gewoon gemengd gehakt genomen. Ik heb wat suiker, ik heb hier chili, gerookt paprika poeder. Ik ga misschien eerst nog een ajuintje snijden. Gewoon uitje wat fijn snijden. Teentje look natuurlijk. Het mag redelijk grof zijn. Klontje boter. Ik ga mijn ajuin en mijn look in mijn pan doen. Gehakt erbij. Ja, we breken dat zo wat in stukjes. Dus dat gehakt moet eerst allemaal mooi bruin zijn. En daarna voegen we alle andere ingrediënten toe. En nu gaan we het echt van lekker naar zeer lekker maken. Dus we pakken ons pannetje. We gaan er wat chilipoeder bij doen. Dan doe ik er een scheutje rum bij. Dat is wat spiced rum. Er zitten heel veel kruiden in en dat is super lekker. En dan gaan we even de brander erin steken. Het is vooral die smaak van die rum die het hem echt het verschil maakt. Heel lekker. Een beetje limoensap voor dat frisse. Dan heb ik hier nog tomatenpuree. Die roeren we er al even onder. Een beetje bruine suiker. Dus we hebben die spices, we hebben die rum, we hebben dat zure van die limoen. We hebben dat, het hele rode en wat frisse tomatenpassata ook erbij. Even roeren en dan zetten we dat terug op het vuur. Laten we dat op het gemakske inkoken. Dat mag redelijk dik zijn, dat mag redelijk vol van smaak zijn. Zo moet het zijn. Even terug op het vuur. Zo. Delen is leuk met je vrienden, maar ik zou het toch alleen ook opeten. Hè? Een klein portietje nog apart houden. Kijk, dat heeft niet veel meer nodig. We gaan hem op een heel zacht vuurtje laten pruttelen. En dan is het belangrijkste onze fijne frietjes in de airfryer. En die ga ik nu eerst doen. Zo. Dus dan die fijne alumetjes. En we gaan die klaarmaken in de airfryer. Snel klaar. Je hoeft dat niet op voorhand voor te verwarmen. 200 graden. 8 minuten inzetten. Ik heb nog wat lenteui voor de afwerking. Allemaal makkelijk op voorhand klaar te maken. Zo. Die zijn klaar. We zijn nu halverwege. Ik ga ze gewoon even opschudden. Dan zijn ze zeker goed krokant. Zo. En dan gaat dat er terug in. En binnen 3 minuutjes hebben we perfect krokante gebakken alumetjes. Zalig toch? De frietjes zijn klaar. Dat is krokant, hè? Ik heb mijn frietjes, mijn krokante aromaticus, mijn chili, mijn lenteui staat klaar. Ik ga je straks nog wat limoenzest opdoen. Kaas en mijn gepekelde uitjes. Zoetzuur. Goed afgekoeld. De frietjes hak ik gewoon in één trok in het midden van het bord. Zo. Ik ga er nog een klein beetje zout in doen. Zo. En dan doen we dat hier. Zo, mooi min. Zo. Dan zo'n plakje van die smeltkaas. Mooi opsmelten.
Dat dan nog even in de oven steken als je dat wilt. Voilà. Dus we hebben onze krokante frietjes. We hebben nog wat lente-ui om mooi te verspreiden. En dan onze gepekelde uitjes. Hey, maar qua kleuren... kan tellen, hè. Nog wat limoen. Oeh. Voilà, zij. Lekker krokant gebakken alumettetjes met zo chili cheese, wat krokante uitjes erop. Alles om er een onverredelijk lekkere avond van te maken. Veel plezier ermee. In krokant gebakken ontpopt Dominique Persone zich tot echte meesterbakker. Die huren alleen al is echt mia. Zijn broodjes krijgen een feestelijke touch en doen elke foodie watertanden. Want ze zijn kraakvers en vooral lekker krokant. Ik zie een echte doe-het-zelver en zeker wat op broodjes aankomt. Vandaag maken we een heerlijke Rustic Dark van Niam. Het is een donker broodje op basis van walnoten en deesem. En weet je wat ik ervan bied? Een heerlijke zalmtartaar. En ik ga beginnen met mijn brood. Ik heb hier 500 gram van onze mix. En daarbij doen we 290 water. En onze keukenrobot moet ons deegje ongeveer 10 minuten kneden. We beginnen op een laag standje, want anders vliegt die bloem overal rond. Voilà, ons deegje is hier nu 10 minuutjes mooi gekneed geweest. Hij is mooi elastisch geworden. De gluten en ander werk gedaan. 40 minuutjes laten rijzen onder zijn dekentje. See you soon, darling. Mijn deegje van de Rustic Dark heeft hier nu 40 minuten heel langzaam kunnen in gang schieten. Hij is mooi gerezen. En nu ga ik hem niet meer echt kneden, maar ik ga hem gewoon een keer induwen. Zodat ik dan die celletjes weer een keer extra aan de werk kan doen. En voor de tweede rijzing gaan we nu niet meer in de kom. We gaan hem dus rechtstreeks op de bakplaat laten gaan. En terug. Teentje erover en 40 minuutjes laten rijzen. En ondertussen gaan we een heerlijke zalmtartaar maken. Ik heb hier 125 gram zalmfilet. En nu ga ik zijn velletje eraf snijden. Kleine insnijding. En dan draai ik met mijn mes plat. Trek eigenlijk gewoon aan het velletje. En op die manier kun je dus heel makkelijk je filetje kussen. Nu het vet die er iets te veel aan hangt, proberen we het toch een beetje af te snijden. En nu gaan we onze zalm in stukjes snijden. Niet te fijn, het is geen puree dat we willen. Maar we willen dan nog wel die bite voelen van onze zalm. Nu, bij onze zalm ga je uiteraard nog een iets extra voegen. En ik heb hier machtige, heerlijke krap. En die krap een klein beetje in stukjes en zo. En ik doe hier ongeveer 50 gram van onze krap. Omdat ik een goeie schep. Mayonaise, ongeveer een soeplepel en half. En we gaan er een beetje extra power in steken. En wie is er niet zat van wasabi? Nu mag hem braaf zien. En ik ga nu ongeveer voor een koffielepel wasabi puree. En we gaan nog meer de Aziatische toer op. Dus ik ga hier nu ook nog een soeplepeltje sojasaus. En we maken er nu nog extra parfum. Dat is een soeplepeltje van sesamolie. Ik wil natuurlijk nog een beetje frisheid erin steken. Dus ik heb hier een limoen. En we gaan niet alleen de zesten gebruiken, maar er ook nog een beetje zuur aan geven. Dus een sap van een limoen. Niet allemaal, een paar druppels. Uiteraard hebben we nog een beetje kruiding. Peper van de neul. En nu gaan we dan nog een klein beetje Griekse basilicum aan toevoegen. En typisch aan de Griekse basilicum is dat van die hele kleine bladjes. Dat is ook supercool voor gerechtjes mee af te werken. We gaan dat uiteraard ook doen. Maar ik kan er toch een klein beetje insnijden. Dat is al een klein beetje extra power. Ik ben er ook super fan van basilicum. Nee, is klaar. Ik ga die in de frigo steken. En het enige dat we nog moeten doen, is mijn broodje afbakken. En ondertussen heb ik mijn broodje hier 40 minuutjes gerezen. En nu gewoon met een plantenspuit, water, een klein beetje water erop. En waarom doe ik dat? Ik krijg nog een extra korstje en je bloem blijft er veel beter aan hangen. Niet overdreven met je bloemen, toch een beetje. En dan geef ik dan nog een snede in. Voilà. Mooi jongens. Nu, mijn oven heb ik voorverwarmd op 220. En dat gaat er ongeveer een half uurtje in. Sweetie, make me proud. Mooi jongen, creëer hier ze. Woepa, woepa. Mooi hoe ze. Het is lekker een kussentje.
We gaan ons broodje een heel klein beetje laten afkoelen, want anders kan je moeilijk snijden. En ondertussen had mijn zalmtartaar op de koelkast staan. En nu gaan we hier een mooie boterham snijden, hè, van onze Rustic Dark. Een dikke Charlie. En we gaan hier niet te zuinig zijn. Mag dat echt. Een serieuze bazaar van onze tartaar. En we natuurlijk het oogwild ook wat. Dus we gaan hier mooi afwerken met een paar van die blaadjes van onze Griekse basilicum. Een bruin broodje met zalmtartaar. Boys and girls, I love my job. Boys and their toys. Dat geldt ook voor chef Jeroen de Pauw. Plezant, hè? Met allerlei handige keukentoestellen maakt hij lekkere, verse gerechten die in een VIP op tafel staan. Fun cooking verzekerd. De soepje gaat er altijd in. En vandaag maak ik eentje van puntpaprika met daarbij basilicum, mascarpone en gekruide tijmcroutons. Heel eenvoudig, zeker met onze soepmaker natuurlijk. Ik ga beginnen met de uien. Ik ga 3 rode ajuinen gebruiken. Een paar rode puntpaprika's. Die zijn altijd zo zoeter van smaak. Ik vind dat lekkerder voor een soepje. En ik ga er ook een Belgische tomaat aan toevoegen. Voor toch nog je frisse tomatensmaak erin. Eerst gewoon de uien pellen. En het leuke aan die nieuwe soepmaker is eigenlijk dat we de kans krijgen om onze groentjes voordien even te sauteren. Hè. Zo heet dat dan, even in een soort vetstof. Of dat nu boter is of olie, maakt niet uit. Ik ga nu olie gebruiken. En het werkt eigenlijk heel eenvoudig. Net hetzelfde gelijk een ketel op het vuur. Doe daar een klein beetje olie in. En dan snijden we onze groentjes en bestoven die gewoon aan in onze soepmaker. De puntpaprika ga ik er ook al in doen. Die pitjes die haal ik eruit. De groentjes gewoon erin. Gaan we mooi laten aanstoven. Ik heb nu van die zoete puntpaprika's gebruikt, omdat we dan een iets zachtere smaak van de soep gaan krijgen. Maar het mag wel wat piet hebben natuurlijk, dus daarvoor ga ik er ook een half chilipeperken in doen. Voilà. Ik ga ook een Belgisch tomatje gebruiken. Daar gaan we niet te veel mee doen. En gewoon in 4 snijden. Dat mag er allemaal in. En eigenlijk wordt dat de basis van onze soep. Hè. Voilà, groentjes zijn aangestoofd. Nu gaan we daar wat water aan toevoegen. Ook niet te veel. Het staat aangegeven hoeveel dat erin mag. Belangrijk is dat je eigenlijk de juiste verhouding neemt van groente en water of bouillon. Dus minimum zoveel, maximum. Probeer daartussen te blijven en heb je eigenlijk de ideale verhouding voor een lekker soepje. Deksel erop zetten en dan kunnen we perfect aangeven wat we nodig hebben. Hè. Dus ik pak een soepje dat smooth moet zijn. Start en hij gaat zelf uitrekenen wanneer de groentjes gaar zijn, wanneer dat mag mixen. Als het niet glad genoeg is, kunnen we een beetje bijmixen. Maar eigenlijk moeten we daar niks meer aan doen. Ik ga een soort kruidenolie maken, bestaande uit wat verse look, olijfolie, tijm. En daar gaan we dan onze croutons in bakken. Voilà. Dan maar in de pot. Heel veel verse tijm gaan we ook gebruiken. Ook dat even grof, eerst met mes erdoor. Goed kruiden met peper en zout. En dat mag goed gekruid zijn, want het wordt een soort kruidenolie, kruidige croutons. Dus die mogen echt wel afsmaken, zeker in die soep. Olijfolie of slaolie of zonnebloempietolie maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik heb hier nu wat olijfolie staan, dus ik ga dat gebruiken. En dan ga ik dat met een staafmixer nog heel even opmixen, dat dat wat mooi glad wordt. Een pan op het vuur. En eigenlijk is het dan heel eenvoudig. We laten onze olie mooi warm worden. En dan gaan we onze stukjes crouton ermee inbakken. Voilà, die komen erin. En dan gaan we die daar mooi bruin inbakken. Hè. Ik ga datzelfde potje gebruiken. We gaan daar onze mascarpone in doen. En dan ga ik daar heel veel verse basilicum in mixen. Ik
je weer nog een beetje olijfolie over. Dat ga ik er ook bij doen. Kruiden terug met peper en zout. Ik ga dat heel eventjes terug opmixen. Dan zijn we klaar eigenlijk. Basilicum is mooi gemixt in onze mascarpone. Croutons, die zijn nog zo'n klein beetje krokant aan het bakken, maar die zijn ook zo goed als klaar. Ons soepje, nog een paar minuutjes, dan kunnen we dresseren. Croutons in een potje, we gaan eens zien. Hè. Voilà, ideaal. Je ziet, geen werk aan. We gaan gewoon onze glaasjes vullen. Dat is ook handig dat je ermee kunt gieten meteen. Daar ga ik mijn mascarpone op doen. In dat soepje. Dat gaat een mooi laagje vormen. Afwerken met zo wat croutontjes erop te leggen. Taksje erin. Hup, croutonnetjes mee op het plateau. Twee lepeltjes daarbij. En dan heb je een heel lekker soepje van puntpaprika's en basilicum mascarpone. Gekruide croutons. Allee, in ieder geval, deze receptje en alle andere vind je natuurlijk op jam.tv. Smakelijk. Afsluiten doen we met Jam Foodie Stephanie Bex en haar verrukkelijke dessertjes. Met cheesecake als figuurtje is het altijd feest. En ik maak vandaag een lekkere fruitige versie met bosvruchten. Heerlijk bij een tasje koffie of thee. Ik mix de rode vruchten in de chopper. Daarna laat ik ze samen met de suiker en het citroensap in een steelpannetje op het vuur inkoken. Ondertussen maak ik de bodem. Ik mix de boterkoekjes met de gesmolten boter. Ik schep het mengsel in de springvorm en druk het goed aan met een lepel. Voor de vulling doe ik de roomkaas samen met de suiker in de keukenrobot. Dit meng ik onder elkaar en daarna doe ik er nog de eieren, de bloem en het rood fruit bij. Ik giet de cheesecakevulling op de koekjesbodem en bak de cake 1,5 uur in de oven op 160 graden. Als de cheesecake afgekoeld is, bestrooi ik die met poedersuiker en snij ik hem in stukjes. Ik serveer met extra rood fruit. Smakelijk!